President Desi Bouterse heeft vanmorgen in de congreszaal bloeddonoren gehuldigd voor hun jarenlange vrijwillige bloeddonatie. Daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan het redden van levens. In een druk bezette congreszaal hebben verschillende prominenten de bloeddonoren de versieringen opgespeld. 124 personen zijn gedecoreerd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster. 28 tot officier in de ereorde van de Gele Ster en 22 zijn benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. Volgens de president is het belangrijk om over voldoende bloed te beschikken, omdat het een onmisbare pijler is voor de gezondheidszorg. Die hun lichaamsmachine draaiende houdt, namelijk hun bloed, te doneren. Deze nobele daad van de hoogste orde geschiet onbaatzuchtig ter genezing van zieken en zeker ook om mensenlevens te redden. Het beschikken over voldoende bloed is een onmisbare pijler in de gezondheidszorg en vormt een bijzondere hoeksteen bij het inhoud geven aan het recht op leven. Moderne geneeskunde zonder de garantie van voldoende bloeddonatie is derhalve ondenkbaar. Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar diegenen die belast zijn met de algehele coördinatie vanaf het mogelijk maken dat bloed gedoneerd wordt tot het beschikbaar maken van bloed aan uiteindelijk de mens in nood. Nancy Goede, die meer dan 50 keren bloed heeft afgestaan, is heel trots dat ze haar medemens kan helpen. Ze is op 22-jarige leeftijd lid geworden van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis. En ze heeft meegemaakt dat wijlen haar vader, die ook bloeddonor was, met de ambulance is opgehaald om bloed af te staan. Zo belangrijk was hij op dat moment. Trots sta ik hier als jonge bloeddonor. Die reeds 50 plus keren bloed heb gegeven aan mijn medemens in nood. Trots dat ik samen met u allen een bijdrage heb mogen leveren aan het Rode Kruis, die op allerlei wijze haar krachten geeft om het leven van anderen te redden. Trots was ik als kleinkind op mijn vader, Nieuwijlen, die bloeddonor was. Ik ben een paar keer met hem meegegaan naar de bloedbank en vond het best wel spannend. Het spannendste vond ik dat hij na de donatie een lekker glaasje stroop kreeg en een koekje. Dat koekje was voor mij natuurlijk. Ik kan me ook nog herinneren dat hij een keer met de ambulance gehaald werd om gelijk bloed af te staan in het ziekenhuis. Zo belangrijk was hij op dat moment. Zo belangrijk was het leven van een ander mens voor hem. Ik ben ik vandaag dat ik 22 jaar geleden de stap nam om ja te zeggen bloeddonor te worden. Ik heb in deze periode maar twee keer gekeken naar de naald die mijn arm ingediend. Nancy Goede, die vandaag benoemd is tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. Ze sprak vanmorgen tijdens de huldiging van bloeddonoren door president Bouterse. De decoratie is gehouden in het kader van Wereldbloeddonorendag en dat is morgen 14 juni.